tekenen toen ik 7 jaar oud was. En dat was gewoon een toffe bezigheid en meer als een hobby uit ontworpen. En ik was ondertussen ook aan het voetballen. Dus ik moest uiteindelijk kiezen en ik kreeg dan de mogelijkheid om hoger op te geraken bij het turnen. En ik heb daar dan voor gekozen. Waardoor ik wel de voetbal heb moeten laten vallen. Leer sporten in teamverband, dan werk je samen met andere mensen. En dan, zeker als die nog van dezelfde leeftijd zijn, dan bouw je gewoon sociale contacten op en worden vanzelf vrienden. Ja. En natuurlijk ook gewoon de beweging, je hebt het nodig. Je moet gewoon fit blijven. Dat is toch het beste wat er is. Ik ben uiteindelijk op mijn 14 jaar gestopt met turnen, omdat ik in een groep zat met allemaal jongere kinderen. De tweede oudste was 11 jaar en voor de rest was het 7, 8 jaar. En dus ik voelde mij eigenlijk niet meer echt op mijn gemak bij ja, die leeftijdscategorie. En dan ben ik gestopt met turnen en ben ik terug beginnen voetballen. Omdat dat dan gewoon mijn leeftijdsgenoten was en ja, komt er beter mee overweg en het is gewoon leuker terug. En ik voelde ook wel dat ik niet nog beter werd in turnen, dus allez, Ja. was wel gestagneerd. Ja, dat is vrij. Je wilt wel blijven oefenen om gewoon altijd beter te worden. En bij turnen is dat zeker heel belangrijk, want wij turnen 4 keer in de week. Dat was dan maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. En dan soms nog wedstrijd. Dus dat eiste wel een tol op je lichaam. Ja, het is zeker een vest. Maar je moet wel van je eigen weten of beseffen dat je niet per se de beste bent. Ja. En je moet wel nederig blijven. Bij turnen, wij zijn nu niet speciaal iets of zo. Gewoon veel meer focussen op de deel dat je niet kon. Of gewoon meer op kracht trainen in plaats van op lenigheid. En bij voetbal is dat gewoon elke week aan trainen, elke match spelen. En proberen gewoon beter te worden En en probeer meer het verschil te focussen. maken. Ja, voilà, het verschil maken. Zeker als je dan invalt bij de voetbal. Gewoon zien dat je je stempel kunt drukken op de match. Ja, zeker van de trainers. En op jezelf, alleen van jezelf natuurlijk ook. Maar van mijn ouders nu niet direct. Van thuis uit was dat nu niet super belangrijk. Maar van de trainer wel. Je moet altijd wel presteren. Je wilt altijd wel je best doen. En je wilt gewoon ja, laten zien dat je wel kunt voetballen of kunt turnen. En dat je niet een nietsnut bent. Dus ja. Nee, ik vond dat eigenlijk niet erg, want tenslotte bleef hij nog altijd voetballen en hij wou meer voor het voetballen gaan. Dus het feit dat hij nog altijd aan sport deed, dat vond ik het belangrijkste. Eigenlijk niet. Het belangrijkste vonden wij dat hij aan sport deed, dat hij daar een goede vriendengroep had, dat hij daar, ja, dat hij zich daar amuseerde. En qua prestaties hebben wij ons daar nooit zo veel zorgen over gemaakt. Wij brachten hem natuurlijk elke week, verschillende keren naar de training. Zeker hoe kleiner dat hij was, kon hij daar nog niet zelf naartoe. En als het dan turnshow was, dan waren wij wel geïnteresseerd en heel fier als hem dan dat goed kon. Maar het is niet dat wij daar iedere week gingen opvolgen wat dat hij nu bijgeleerd had of niet. Daar bleef het bij. Waarom ik deze sport beoefen is omdat ik aangezet werd door mijn broer. Omdat we altijd in de living voetbalden en ja, precies toch wel een beetje goed deed. Dus heeft hij gevraagd aan mijn vader en heeft hij ingestemd om daar te gaan, om bij Berchem te gaan voetballen. Te beginnen op een laag niveau. En ja, daar ben ik dan terechtgekomen bij een toch wel een mooie club. En ja, die drang om, allee, er is ook een drang om altijd beter te worden door. Ja, door vrienden op school en zo, die dan bij Antwerpen en zo speelden toen al. En ja, daarmee wou ik steeds meer en meer en altijd op een hoger niveau gaan spelen.
Dus ja, ik probeer mij mentaal voor te bereiden. Al denken wat er zou kunnen gebeuren in de wedstrijd. Of wat er ja, beter zou kunnen. En voor de wedstrijd probeer ik ook altijd geconcentreerd, zo geconcentreerd mogelijk te zijn. Niet te veel... Allee, niet te druk doen. Maar nog altijd wel luisteren wat er in mijn omgeving gebeurt. En ook probeer zoveel mogelijk te stretchen voor de wedstrijd. Even kort. En ook voor mijn benen wat lichter aan te laten voelen. Mijn benen in de lucht zetten voor de wedstrijd. Dus bij Lierse was er wel mental coaching aanwezig. Maar allee, dat hielp mij eigenlijk niet echt vooruit om mijn angsten te overwinnen ofzo. Bij Antwerp allee, deden ze dat ook, maar dat was dan vooral door de trainer. Dus niet echt zo professioneel, maar dat was, ja, dat was eigenlijk wel veel beter. Want dat is een persoon die dat ook allemaal meemaakt op het veld en naast het veld. En ja, die ziet dat ook direct. Dus allee, dat is ook een, allee, dat geeft ook een goed vertrouwen aan de groep. Bij Berchem was dat een zeer familiale sfeer. Toen dacht ik eigenlijk echt niet aan succes of zo. Toen was dat echt op het gemak. Zo, precies zo een beetje gelijk kun je in je tuin voetballen of zo. Maar ja, bij Antwerpen was dat ook. Maar dat was zo iets hoger niveau. Dus dan dacht je aan een verder verloop wat er nog zou kunnen gebeuren in de toekomst. Maar bij Lierse ja, is dat echt ieder voor zich. Het is gewoon een eigen succes, je moet er maar zien dat jij er komt. Bij Antwerpen was dit het meest aanwezig, omdat ja, de trainer ja, die was echt heel zwaar mee bezig. We moesten altijd een uur voor de training aanwezig zijn en dan praten over... Ja, over van alles, over problemen of zo, of iets dat je ondervindt dat je niet bevalt. En ja, bij Lierse is dat dan veel minder, terwijl dat eigenlijk op een hoger niveau is en dat dat toch wel aanwezig zou moeten zijn, ja, is dat eigenlijk echt niet het geval. Op 5-6-jarige leeftijd. En omdat we natuurlijk veel in huis wat voetbalden en park en dergelijke. Dan heb ik ook een schoonbroer die dan jeugdcoördinator was bij Lierse. Hij zei, eigenlijk zouden we maar eens gerust kunnen inschrijven in een van de voetbalploeg, want eigenlijk heeft hij een slechte rechter. En dan zijn we eigenlijk naar Berchem gegaan en daar eigenlijk zijn kans gekregen, in de B-ploeg weliswaar. En wat hij heel graag deed, toen ze dat natuurlijk altijd willen bewijzen natuurlijk, ten opzichte van de andere spelers, die zijn eigenlijk gewoon doorgegroeid hè, naar de A-ploeg en dan... Van Berchem, Antwerpen, nu naar Lierse. Dus, en ik denk ja, dat er misschien nog meer potentieel in zit, dat er nog verder kan groeien. Voorlopig is dat nog niet aan de orde. Omdat hem zijn eigen dus zelf motiveert eigenlijk. En altijd maar de drang is van eigenlijk beter en beter te kunnen en te doen eigenlijk. Ten opzichte van zijn medespelers, hè, voor zijn plaats te vechten elke keer, elke week. Dus voorlopig is dat nog niet aan de orde. En ja, op school en dergelijke, dat gaat dan ook nog goed. Studeren en training en dergelijke. Dus voorlopig is het vooral nog altijd een mooi verhaal. Ja, daar staan ze dus volledig vrij. Dus we steunen hun eigen er natuurlijk 100% in. Maar... We stonden volledig achter in hetgeen dat hem doet, dus we gaan geregeld kijken natuurlijk naar de wedstrijden, want ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat hem dat zelf ook belangrijk vindt natuurlijk, dat de ouders ook aanwezig zijn op de wedstrijden, zelfs de trainingen. Ja, natuurlijk, omdat het natuurlijk op een afstand van is, moet ik er sowieso altijd bij zijn voor hem weg te doen. Maar ik denk, ja, we stonden volledig achter en hij is er volledig vrij. Dus, in het begin van het seizoen is er een briefing geweest, een lezing door een of andere, het was geen professor, het was wel een dokter
bij de club, met een PowerPoint-voorstelling en dergelijke, met alle producten en dergelijke, die je zeker niet moet nemen en dergelijke, qua pijnstillers en dergelijke. En het is ook nul tolerantie, dus als er al eens iemand naast de scheef valt eigenlijk, met een sigaretje of iets dergelijks, en zeker op die leeftijd, dat is ontslag. Dus we hebben er goed in begeleid, dat wel. Rivaliteit niet, dus altijd een positieve sfeer. En zeker op het begin van het seizoen en het eind van het seizoen zijn de gebruikelijke barbecues er. Van kennismaking is dat afsluitingsbarbecue. En als er een buitenlandse stage of toernooi is, dan zijn meestal ook al de ouders aanwezig. Met 2-3 dagen op hotel en dergelijke. Dus het is echt een leuke sfeer tussen de ouders. Simpel. Ik ben zelf eigenlijk vooral gepassioneerd door mijn sport en ik haal er eigenlijk plezier en voldoening uit door het te kunnen overbrengen op andere, op jonge mannetjes. Eigenlijk ook vooral, ja, hoe jonger, hoe liever dat je het hebt eigenlijk, omdat je er krijg je heel veel van terug. En het is leuk dat je de ervaring die je hebt, kijk, ik weet ook, ik ben niet geen superspeler, ik speel wel op niveau, maar ik weet de ervaring die ik heb, dat ik die kan doorgeven aan jonge mannetjes, dat ik die plezier kan geven dat ik heb in het spel. Ik dat zou ik kunnen doorgeven, daarvoor doe ik het eigenlijk voor. We proberen sowieso te voorzien. De band die wij hebben is eigenlijk niet vriendschappelijk, dat is misschien wel veel gezegd, maar zeker omdat ik werk eigenlijk met jongere kinderen. Hè, kindjes tot 12 jaar is hij meestal, nu volgend jaar is hij tussen 6 en 9 en nu was hij onder de 12 jaar. En ik probeer er moet een verschil tussen zijn en ze moeten wel weten dat ze naar mij moeten luisteren en dat ik iets zeg dat dat moet opgevolgd worden. Maar ik probeer er ook goed mee overeen te komen. Naast het veld is dat anders dan op het veld. Hè. Op de training zit je er streng, maar het uiteraard ook rechtvaardig voor, zelfs voor kleine kindjes. En naast het veld, ja, is dat eerder vriendschappelijk. Hè. Als je die tegenkomt, zeg je er een goede dag tegen. Zeggen ze eigenlijk dat eerder direct naar mij dan ik naar hun. Dat is een band die ontstaat, dat is eigenlijk raar. Hè? Die zijn 9 jaar, maar die hun eerste reflex als die mij zien is, die weten dat ze mij een goede dag moeten komen zeggen. Die dat niet komen zeggen, ja, dat is zo, dat creëerde en dat is zo met sportverenigingen, basket, voetbal, dat zal altijd wel zo zijn. Je probeert wel vriendschappelijk ermee om te gaan, maar de essentie blijft dat je eigenlijk kunnen coachen en dat ze naar u moeten luisteren. Dit jaar heb ik dat nu niet gehad. Ik heb totaal geen ervaring. Ik heb wel ervaring gehad met van die crazy sportouders die denken dat ze het beter weten dan jij. Bijvoorbeeld iemand die arbiter is, een basketbalarbiter, die denkt dat zijn zoon bijvoorbeeld een bepaald talent heeft. En dat hij dan zegt van, oh, die is toch kei goed, waarom mag die niet spelen? En ja, je hebt altijd zelf ook een reden waarom dat zo is. Want, ja, die mensen denken wel allemaal dat ze dat weten, maar die zien natuurlijk ook altijd naar hun eigen kind en die denken, mijn kind, schoonkind. Dus die vergroten de talenten dat hun kind heeft, terwijl er misschien wat anders andere talenten heeft. En ja, die zijn eigenlijk vrij streng, ook voor hun eigen kinderen, terwijl hij eigenlijk voor niks nodig is. Maar je nog altijd gebruikt werken met kinderen uiteindelijk. En dan maak ik het moeilijk als coach. En ik snap ook wel ergens moeilijk voor die ouders, maar... Ja, je hebt ook ouders die zelf goede basketter zijn geweest bijvoorbeeld, die dan van hun kind dat ook verlangen. En dat is soms wel heel moeilijk, want misschien heeft hun kind dat talent juist niet. En gaan ze dat kind eigenlijk kapot maken voordat die dat talent kunnen ontwikkelen. En dan maakt het soms moeilijk met van die ouders. En luisteren ook niet, ja, die ouders zijn ook dikwijls niet voor reden vatbaar. Hè. Die hebben hun eigen idee erover en dat zal staan, die houden vast aan hun idee. En dat is moeilijk om die... te overtuigen van iets anders eigenlijk. Ja. Bij mij is het eigenlijk, ik probeer alle kinderen gewoon op dezelfde manier te behandelen. Wat die nu supergoed is, of supergoed of super slecht is. Je probeert met alle kinderen hetzelfde om te gaan. Het is natuurlijk, als iemand echt goed is, dan heb je ook wel meer de neiging van, dan kan die meer op zichzelf doen natuurlijk. Hè. En als dat niet zo is, dan... Het zijn uiteindelijk die kinderen kunnen niet eraan doen wat hun ouders zeggen of doen. Of, je hebt altijd ouders die langs de zijlijn stonden te roepen, die zelfs naar de coach en hun kind roepen. Terwijl die eigenlijk
er niet veel mee te maken hebben en die dan de schuld eigenlijk in de schoenen van die coach willen schuiven. Dat is ook al gebeurd. Hè? Want ik heb al oudere kinderen ook gecoacht, wat is dat, onder 14 jaar. En het is eigenlijk vooral op die leeftijd dat dat meer voorkomt dan bij die hele kleintjes. Die hele kleintjes doen dat, mensen dat graag doen. Die ouders denken, oh, misschien kan hij wel een goede basketer worden. En dat is anders. Dat is eigenlijk anders. Het is vooral bij oudere leeftijden dat je dat vooral hebt. Met ouders die zich eigenlijk een beetje beginnen te moeien. En dat is wel minder eigenlijk. Ja, in de eerste plaats ontwikkelen we dat talent verder, zodat dat talent ook echt een talent wordt. En als dat kind op zich, je kunt bijvoorbeeld een talent hebben, die kan heel goed met zijn linkerhand dribbelen, die kan heel goed shotten, dan worden die oefeningen ook automatisch aangepast en je moet ook dat kind proberen te triggeren voor altijd beter te worden. En bij ons gebeurt dat eigenlijk gewoon heel simpel. We hebben bijvoorbeeld altijd ploegen, elke leeftijd is vertegenwoordigd. Dus als dat kind echt er bovenuit springt in zijn leeftijdscategorie, wordt hij gewoon getriggerd door met de leeftijdscategorie hoger is één keer te gaan trainen. Stikt hij er daar ook bovenuit, ja, dan moeten we weer al verder gaan. Hij moet de eens laten meespelen, eens laten zien dat het niveau hoger is eigenlijk. En meestal, in zo'n gevallen, valt het altijd een klein beetje een terugval van dat kind. Hè. Want dan ziet hij ook van, oh, oei, zo gemakkelijk is het niet. Dus ik moet nog heel veel leren voordat ik daar met jou meedoen. En dan zo hebben die weer meer, komt er inzet op de training weer meer naar boven. En dan hebben die meer die een drive van toch nog beter te willen worden, want die denken in zichzelf van ik wil toch ook wel dat kunnen waar die ouderen kunnen. En als ik daarmee mee wil, zal ik toch nog hard moeten trainen. En dat wordt ook altijd wel gezegd tegen die kinderen van train eens mee. En is het een keer erop van, hoe was de training? Ja, maar dat is toch wel wat anders dan hier. Dus dan weten die ook wel in hun eigen van, ik heb nog veel werk voordat ik ermee mee kan. Dat er geen ruzie gemaakt wordt, dat is eigenlijk een beetje de essentie, dat er respect is voor elkaar, dat er goed met het materiaal wordt omgegaan, dat zijn eigenlijk een paar basisdingen. Het is natuurlijk, ik zit ook met de leeftijdscategorie, ik heb het al gezegd, van jongeren, en die moeten eigenlijk vooral de basis krijgen van het respect voor je coach, voor je ploegmaat, voor de andere ploeg. Die moeten leren om op tijd te komen, dat zijn allemaal kleine, stomme dingen, maar als je die niet meekrijgt, dat je 6, 7 jaar bent, dan kun je dat ook niet dat je 18 bent. Als je dan te laat komt, gaat het altijd te laat blijven komen. Het zijn dikwijls ook de ouders die er ook een grote rol in meespelen. Maar ik denk toch dat in de eerste plaats, is dat toch wel de doel van een trainer voor aan die kinderen. Ik zou zeker zeggen dat je moet zorgen ervoor dat met zijn volle overtuiging, met zijn volle passie, dat hij mee voor de sport, dat hij die zeker meeneemt en overbrengt naar zijn spelertjes. Dat hij ervoor zorgt dat hij echt die passie overbrengt, dat die kinderen toch iets hebben van ik doe dat graag, ik kom graag trainen, ik doe mijn sport graag. We worden niet allemaal Michael Jordan, dat weet iedereen. Maar er moet toch wel iets voor, ja, dat hem zeker overbrengt. En ervoor zorgt eigenlijk dat iedereen alles wat hem komt doen, dat hem dat graag doet. Dat die mensen steken hun vrije tijd erin, ook die ouders moeten erbij mee. Het is toch wel plezant dat die kinderen, als ze komen trainen, dat die dat ook graag doen. Dat is eigenlijk, denk ik, het belangrijkste.